Dit is de Jan van Eyck Kunstacademie. Hier werken we samen met Joop Fremke, een specialist in druktechnieken. Bij al dit drukken wordt er veel testpapier overgehouden en Arbor geeft dit een tweede leven. Hier zijn we bij de Maastricht Universiteit. In verschillende gebouwen heeft Arbor haar papier inzamelbakken staan. Hier kunnen studenten hun eenzijdig geprint papier afval in deponeren. Dit papier wordt vervolgens naar Atos gebracht. Dit is de sociale organisatie Atos. Hier wordt het afval, kunstpapier en universiteitpapier naartoe gebracht. Drie natuurlevensredders, Cam, Teen en David, binden dit alles samen tot deze kleurrijke, duurzame notitieboekjes. Elk boekje is uniek, want geen enkel boekje is hetzelfde. KPE assisteert Arbor in het printen van de persoonlijke eerste pagina die in elk Arbor-boekje zit. Samen met al deze partners en bedrijven zorgen we ervoor dat we deze hemelse producten kunnen maken.